De nieuwe coalitie van Almelo presenteerde maandagmiddag haar coalitieakkoord met de titel Ambitie, Daadkracht en Vertrouwen. Vele plannen op vele thema's. Hoe wordt het allemaal gefinancierd? Ferm streven in deze raadsperiode is om plannen af te maken. Een daarvan is de pilot Vrij Parkeren in de Binnenstad. Zoveel miljoenen de afgelopen periode kon er eigenlijk niks. Hoe kan dat nu wel dan? Nou, één voorbeeld daarvan is dat wij hopen dat wij binnen, en daar is het herstelplan ook op geënt, dat wij binnen 2 jaar weer onder het financieel toezicht uit zijn van de provincie. Dat betekent dat wij daar zo die 5 miljoen die we daar per jaar voor reserveren, zo richting onze eigen kas weer kunnen storten. We sparen daarbij ook door. Meneer Theo die gaf het net aan, tot een eigen vermogen van rond de 12 miljoen. Ja, en als je dan zover bent, hopelijk over een jaar of twee, dan kun je ook weer het zoete proeven. Maar voorlopig zitten we nog even in het zuur. Heel veel plannen, bijvoorbeeld het hele parkeerbeleid. Hè? Want hoe wordt dat dan gefinancierd? Want dat was toch altijd een heikel punt. Ja, nou, daar hebben we heel duidelijk van gezegd. Het is een van de middelen die wij aanwenden om opnieuw traffic, zoals dat zo mooi heet, weer mensen te krijgen naar onze binnenstad. Om koopstromen te genereren, zoals dat allemaal met een mooi woord heet. En daar hebben wij van gezegd, dat kunnen we niet alleen. Gratis parkeren bestaat niet, dus dat zal ergens vandaan moeten komen. Aan onze kant doen we er 3 ton bij. Er zit nog in de exploitatie van Stadstoezicht, die zich ook bezighoudt met parkeren, ook 3 ton. Maar wij vragen ook van het bedrijfsleven in Almelo om daaraan mee te werken. En of dat dan de ondernemers van de binnenstad moeten zijn, of dat dat breder getrokken kan worden, omdat daar mensen zijn die daarbij aan toe willen dragen, dat weet ik niet. Dat moeten we nog met elkaar bespreken. Maar daar zit ook 3 ton in. En dan kom je samen op 9 ton. En daar kun je de pilot in ieder geval voor de komende 3 jaar mee vullen. Maar die wordt wel tussentijds wordt die geëvalueerd. Want op het moment dat het aantoont dat het geen zin heeft, ja, dan stoppen we er natuurlijk mee. U bent een kleine partij, dus ze hebben je hard nodig. Hè? Ik kan me voorstellen dat u er ook wat uitsleept. Het belang van de stad is ons belang. Zo simpel zitten we erin. En de dingen die ik noem, preventie, schuldhulp, ook aanpak van mensenhandel, zijn dat typisch punten die gewoon in ons verkiezingsprogramma staan klaar. U bent tevreden? Wij zijn tevreden. We zijn trots op het akkoord. Het project Mozaïekbank Plakken bestaat al langer. Door heel Almelo zijn in andere wijken al mozaïekbanken beplakt door burgers en wijkbewoners. Aalderingshoek had dat nog niet. En er waren een paar burgers die ook aangeven, wij willen ook een mozaïekbank. En zo konden we bij Enever terecht en hebben we toch ook meer mensen gevraagd die dat willen doen. En gaan we ervoor zorgen weer met z'n allen dat ook Aalderingshoek een mooi mozaïekbank krijgt. Hoeveel mensen doen er aan dit project mee? Tja, op dit moment hebben we een vaste groep van zo'n 6-7 mensen. Maar we zijn nog steeds op zoek naar nog weer nieuwe bewoners uit de wijk die het leuk vinden om mee te komen doen. Hoe is de groep samengesteld van deelnemers? Dit zijn allemaal mensen die nu ook al heel erg actief zijn in de wijk. En bij de vorige bank die gemaakt is voor de kerkenlanden betrokken waren. En heel veel zin hadden om nog een eigen project weer te beginnen. En dat proberen we nu weer verder uit te rollen over de wijk. Ik ben de mozaïeksteentjes vanaf het mozaïekmatje aan het halen. Zodat ik ze kan gaan knippen en dan daarna op kan gaan plakken. Ja, we doen het eerst doormidden. Dan hebben we 2 stukjes. Of diagonaal. Ik handen eventjes af. Wat is de reden dan dat ze op deze 2 manieren geknipt moeten worden? Nou, als je ze zo knipt kun je ze makkelijker erin leggen. En dan krijg je een speelse effect dan als je alleen de mozaïeksteentjes in zijn geheel erop plakt. Komen er misschien meer projecten in de toekomst zoals deze? Ik heb even gauw geteld. Het is denk ik de 10e of de 11e bank inmiddels in Almelo. Wat mij betreft komen er nog veel meer bij. Maar goed, het is best wel een kostbaar project. Dus dat is iedere keer weer netjes sparen en wachten tot het weer gaat lukken. Je kan heerlijk je eigen gedachten laten gaan. En je werkt mee aan de creatie. Hè? Dus het idee dat hij straks hier in de wijk komt te staan. En dat ik erop kan gaan zitten met het idee van ik heb eraan meegeholpen. Helemaal klasse.
Marinus Blaak, er bereiken ons op de redactie dagelijks telefoontjes van wat is er met de gele raaf? Is hij weggevlogen? Nee, de gele raaf die bestaat nog steeds. Helaas wordt de content wat minder, want ik word ook wat ouder. En op het moment is mijn hoofdcomputer stuk. Ik kan dus niet alles meer doen wat ik altijd wilde. Daarvoor in de plaats maak ik me nu druk voor A-visie, door filmpjes te maken. Dat deed ik altijd al, maar nu iets meer. Maar hoe lang gaat dat duren dan? En is er wel toekomst nog? Oh, de gele raaf heeft zeker toekomst. Die bestaat al bijna 25 jaar, dus dat loopt wel door. Kijk, ik werk nu al meer dan 3 jaar voor A-visie. Maar overal waar ik kom is altijd nog gele raaf. Dus dat werkt heel lang door. En ik kom daarom, is het ook jammer om daarmee te stoppen. Ik ga daarmee door. Misschien dat de vorm iets gaat veranderen. Dat er dus meer mensen aan gaan werken. En ik niet alleen. Dus het wordt wat gevarieerder. En dan wordt er elke dag toch wel weer nieuws opgezet. Ja. Wanneer kunnen we dat verwachten? Nou, ik verwacht het met een week of twee. Dan begint het wel weer. Cindy. En Cindy is een van de personen die deze buitenspeeldag heeft georganiseerd. Kun je me vertellen waarom je daartoe gekomen bent? Vorig jaar is mij dat voor het eerst gevraagd door school. Inmiddels heet dat Averdam. En dat is vorig jaar goed bevallen. Het heeft goed uitgepakt. Dat ik dit jaar weer zoiets had van met elkaar de schouders weer ronden. En we gaan voor een tweede editie. Vandaar. En wat hebben jullie zoal geregeld hier vanmiddag? Natuurlijk eten en drinken, popcorn, fruitspiesjes maken, stormbaan, springkussens, blik gooien, fietsbandenrace, skippieballenrace, van alles. Ja, heel blij. De opkomst is nu al super, dus hopen dat er nog meer bij komt. Ja, uit. Ik heb begrepen dat er ook nog een aantal activiteiten op het schoolplein zijn. Ja, dat zijn die dames met de gele slingers. Die gaan over het schoolplein. Die houden daar de boel een beetje in de gaten. Dus zeg maar hallo allemaal. Dus zo kan ik het u vertellen. En op het schoolplein zijn ook weer activiteiten? Ja, dat zijn onder wat ik net zei, de skippieballen, de loloballen, ook ranja en wat te drinken voor ze en eten. Dus aan alles is gedacht. Ik heb ook begrepen dat er een aantal mensen van de club hier zijn. Ja, die hebben ook ons geholpen, ook op vrijwillige basis, ook met mensen hier, proberen alles in goede banen te leiden. Dus daar zijn we blij mee. Dus hoe lang gaan jullie vanmiddag nog door? We hopen tot een uurtje of 5 vol te kunnen maken, dat de mensen tot zo lang ongeveer blijven. Dan worden er nog ijsjes gebracht door de sponsor. En dat was een beetje gezien als de afsluiter van vandaag. Dankjewel en ik hoop dat je het nog vele jaren volhoudt. Dankjewel. Hoe smaakte dat spiesje, dat fruitspies? Heb ik niet gehad. Dan moet je toch ook nog wel even gaan doen, hè? Een beetje energie erin. Ik zit te vast toen. Oké, dat wist ik niet. Ik dacht dat het al afgelopen was. Wanneer is dat afgelopen dan? Morgen toch? Vrijdag. Vrijdag. Oh, dan mag je weer gewoon eten. Ja. Oh, vrijdag om 6 uur kom ik op tv, jongens. Oké. En heb je al met het voetbalspel meegedaan? Nee. Dat wordt aan tijd, hè? Dan moet je toch wel even gaan voetballen. Ja. Nou, veel succes, jongen. Nee, boeven mogen niet voorin. Boeven moeten achter de auto. Ja, we zijn hier ook. Ja.
Natuurlijk zijn er dingen die misgaan, maar over het algemeen, ja, het gaat al. En het is zo fijn dat je een publiek hebt. Hè. Ik bedoel, ja, als je het voor een lege zaal moet doen, dan is de generale toch nog een beetje, ja. Minder echt, hè? Minder echt, ja, precies. Dus nou, was het, ja, is geweldig met het publiek. Ja, en hoe was het om die rol van Mama Jamila te spelen? Ja, dat is een hele mooie rol. Daar kruip je op een gegeven moment ook in. Dan doe je die omslagdoek om en dan voel je je steeds meer Mama Jamila worden. En dan ga je ook rustiger praten en dan komt dat. Ja. Bedankt voor je bijdrage. Het is gewoon geweldig om zo in deze zaal te spelen. En wat heel leuk is dat we nu ook publiek hadden. En dat gaat toch anders dan als je het gewoon zo speelt. Je mocht vanavond rechter Frollo spelen. Top. En dat was echt een slechterik. Hoe was het om in zijn huid te kruipen? Ja, rechter Frollo staat ver van mij af. Maar juist omdat hij zo slecht is, kun je die wel heel mooi spelen. En het is ook best wel een ingewikkelde. Hij is niet alleen maar boos, maar hij is ook een beetje jaloersig, meegaand soms. Dus je moet daar heel erg variatie in brengen. En ik vind het heel leuk om in een rol te kruipen. En een slechterik nu, ja, hartstikke leuk. Het was ook te zien dat je er heel erg van genoot. Ja. En nog een aantal voorstellingen staan eraan te komen. Klopt. Dat gaat lukken, denk ik, hè? Ja, we hebben nu nog 5 voorstellingen. De volgende voorstellingen zijn allemaal uitverkocht. Alleen voor zondagavond hebben we nog wat extra kaartjes over. Maar ja, dat gaat gewoon een feest worden. We hebben vandaag heel veel geleerd. Kleine dingetjes die nog anders kunnen. En ja, we hebben er allemaal zin in. Ik ook. Dankjewel, Jan Maarten. Er gaat heel veel fout en er is ook heel veel fout gegaan, maar ook heel veel goed. Nou, en we hebben vannacht nog en morgen de hele dag nog. En dan gaan we die puntjes werken. 1 voor 1 werken we het af. En morgen gaan we knallen, weet ik nou al. 100. Als het vanavond ook al knallen was, dan moet het morgenavond wel heel hard knallen zijn. Ja, nou kijk, het is een try-out. En bepaalde zaken hebben we gewoon voor het eerst gedaan. Nou weten we dus, daar moeten we mee verder en daar moeten we op letten. En die basis die staat. En op die basis, als die maar staat, wordt het alleen maar beter, weet ik zeker. Ja. Midden in het hart van Almelo, bij de Grote Kerk, vindt u een uit het begin van 1600 stammende historische stadsboerderij. Het is een karakteristiek oud huisje met vakwerkmuren, wand- en plafondschilderingen. In het wevershuisje is er een permanente expositie van vlas tot linnen, met onder andere een 300 jaar oud weefgetouw, spinnenwielen, diverse textielwerkvormen en oude gereedschappen. Er worden met regelmaat demonstraties gegeven van oude ambachten zoals weven, spinnen, kantklossen en zijdeschilderen. Vanaf de lente, als de kersenbomen in volle pracht en glorie bloeien, is het goed toeven op het erf. Onder het genot van een kopje koffie kunt u genieten van dit rustieke plekje. Naar wens kunt u daarna een gratis rondleiding krijgen door het museum. Behalve dat het museum het bezoeken waard is, u wordt er naar wens gratis rondgeleid, worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals stadswandelingen met ervaren en enthousiaste gidsen, een souvenirshop, terrasverkoop, kraamfeesten, workshops, trouwpartijen, fotoreportages op aanvraag.